Ja, vrienden. Het wokgebeuren heeft weer toegeslagen. Ja. En niet zo zuinig ook. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Ze zijn onderhuids bezig in de maatschappij. Overal zijn ze nestjes aan het bouwen. En dit keer zijn ze boven water gekomen bij de Universiteit van Maastricht. En wat denk je wat daar gebeurd is? Ja, ze gaan daar, en je gelooft het bijna niet, maar het is echt eerlijk waar. Ze gaan daar eerstejaars studenten, hè? Die gaan ze een cursus geven, een week lang, in grensoverschrijdend gedrag. Nou, hé. Hey. Ja, normaal dan verwachten jullie van mij dat ik keihard in de lach schiet. Maar dit vind ik zo verschrikkelijk treurig. Dat mijn verstand staat stil bij zoveel onzin. En dat dat maar kan gebeuren gewoon. Hoezo? Ze gaan dus een cursus geven, vrienden. Want daar komt het op neer. Ja, ik kom bijna niet uit mijn woorden. In het versieren. Dat is wat er aan de hand is. Die studenten, die komen daar in Maastricht. Die zitten allemaal tot hun haargrens vol. Met allemaal hormonen. En die vrouwen en die mannen. En die willen maar één ding. En het is die. Ja. Ja. Drop. Ja. En heel veel. Ja, en dat moeten ze ook zeker doen. Alleen, nu gaan ze dus dat in een cursus brengen. En elke erotische spanning, vrienden, die er altijd moet zijn, die zit eruit te rammen daar. Dat komt allemaal door die woke. Dat moet allemaal politiek correct en dat moet allemaal heel keurig en netjes en vooral truttig. Want dat is het woord dat hierop past. Truttigheid. Vrienden, ik wil niet altijd maar teruggrijpen naar vroeger. En niks was altijd beter vroeger. Dat is ook niet zo. Maar luister nou eens even goed. Als jij gewoon een normale opvoeding hebt gehad, dan kan er toch niks fout gaan in het versieren? Nee, niks. Ik bedoel, vrouwen, als vrouwen vinden dat het te ver gaat, dan geven ze dat aan. Dan zeggen ze, hallo, sodemiet er even op. En mannen, die weten gewoon ook van zichzelf wel, het kan tot hier en klaar en daar. Ik bedoel, bij mij werd er vroeger ingehamerd, zo, heel hard en heel lang, dat ik lief, aardig en respect moest hebben voor vrouwen. Dat werd er ingeramd en ingestampt. En zo ging je op pad. Dus dan ging je ook geen al te rare dingen doen. Ja, soms ging er ook wel bij ons wel eens een handje de verkeerde kant op. Maar ja, en hoorde je niks uit je mazzel. En hoorde je wat uit je pech gaat. Nou, klaar. En dat hoort er allemaal bij, vrienden. Dat is onderdeel van het spel. Als we zo doorgaan, krijgen we nooit meer kinderen in Nederland. Die arme studenten in Maastricht. Ik heb echt met ze te doen. Ja, en ik zou ook alleen maar tegen hun willen zeggen, hey, laat die cursus, en dat is dan wel verplicht, ga er gewoon niet heen, laat het gaan, en doe maar één ding. Hey, dames en heren, doe het zoveel mogelijk.